Hey jongens en welkom bij de Kleine Groene Planeet. Ik heb iets besteld op Etsy bij Pixie Hill Studio. En het komt helemaal uit Canada in een gewoon papieren envelop. En we gaan het samen openmaken. Ik zal mijn adres mijn kant op doen. Voor de algehele veiligheid. Er zit een sticker op de achterkant met Be safe, be kind, and remember to wash your hands. Er zit een kaart in. Ik vind het helemaal spannend. Vinden jullie het ook helemaal spannend? Alles uit het condoompje halen. Ik heb hier een visitekaartje van Nicola, maker of messes, believer in fairies. Dit is de naam van de Etsy shop. Mocht je benieuwd zijn. Dan het kaartje wat ik net liet zien. Is een soort van reuze visitekaartje. Er zit wel hele mooie stukjes in. Misschien tof om daar een stuk uit te stansen om in mijn planner te plakken. Maar dit is zo schattig. Dit is een compleet miniatuur tarotdek. Ik heb geen tarotdek. En ik wil ook graag zeg maar een full size tarot deck kopen, maar dan wil ik er eentje waar ik echt verliefd op ben. Maar dit is zo schattig. Kijk hoe klein ze zijn. Dit is mijn vingernagel. Je zou dit ook in je soort van reisaltaartje kunnen doen. Of in een ander bakje wat je bij je hebt, dat je onderweg zo... Ik ga ze allemaal uitknippen. Want dat is de bedoeling. De achterkant is ook volgens mij dezelfde achterkant als het full size. Wat is het? Rider Weight? Tappeldek? Zeg maar deze. Jullie kennen hem allemaal. Ik ga ze uitknippen en dan kom ik bij jullie terug. Oké, ten eerste hou ik van priegelactiviteiten en het uitknippen van inimini dingetjes is ten tweede bedacht ik me net dat ik ze in een lucifersdoosje zou kunnen bewaren en dat lucifersdoosje dan versieren misschien met de tekst de tiny tarot to write tekst die hier staat. Ik weet het nog niet. Daar ga ik over nadenken terwijl ik de rest uitknip.
Oké, hij is af. Ik heb er een stofje omheen geplakt met lijm die ik nog had. Die is heel oud. Ze passen echt perfect in het doosje. Ik kan überhaupt geen kaarten shuffelen, dan weten jullie dat vast. Maar ik denk dat deze ook wel heel moeilijk wordt. Eigenlijk moet ik gewoon dit doen. Dan gaan we voor deze. Allemaal WhatsApp berichten. Het zijn de 10 staven. Er zit geen boekje bij, dus ik moet nog even opschrijven wat betekent. Maar ze zijn zo schattig. Ik had ze net heel netjes in het doosje gedaan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Past wel mooier als het netjes is. Zo. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je hem leuk vond en nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. En dan zie ik jullie in de volgende video. Hopelijk met meer leuke dingen. Ik ben, kijk dan, zo klein. Zo klein. Helemaal overbelicht. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!